dit is echt zo niet een van mijn favorieten. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Wario Wear Smooth Moves. Ik heb mijn bosbandje niet aan, maar dat ga ik nou gelijk doen. Welkom terug bij een nieuwe aflevering. Ik ben er weer, ZeldPlay20. In de vorige aflevering hebben we hele rustige Tomorrow Hill muziek gedaan. Hebben we eventjes een pongpelletje gedaan. En, Tower Tennis. En in deze aflevering gaan wij richting Penny. Let's do it! Random knip daar, ik weet het. Oh. Nou, deze die is niet mijn favoriet in verband met de muziek is... Hi Penny! Die invert af. Oftewel, dit is een soort van battle waar dat ze moeten gaan battelen met science stuff of iets in die trend. Ik weet het niet precies. Ik ben nooit echt geboeid eigenlijk. En een wannabe Wario, dat is ons opponent. Mijn Krijder! Of zoiets weet ik wel. Let's just get this over it. Ding. Dus we moeten iets maken. Blijkbaar een Wario motor. Oké, nou we beginnen met de remote control. Laten we maar met die... Oké, dat is wel heel erg grof. Maar The finger food. Holding the back end delicately between two fingers. Point the form baton forward. The regal French fry remains one of nature's greatest muses. Ach ja, waarom ook niet? De fingerfood. Oké, ik vind best. Hebben we nog meer? Kijk, hartstikke goed. Dus we krijgen eigenlijk nou een beetje allemaal van die technische minigames. En nog meer uitleg. Hold the form baton vertically in your right hand and cup it gently in the palm of your left. To crush is also to create. Uh-huh. And from squashing comes spice. Uh-huh. Okay, prima. Dus we moeten... Ja, eigenlijk zo, maar ik doe het zo. Kijk, netjes opgeruimd. Daar hou ik van. Nou ja, gelukkig is de beste muziek nog een beetje leuk, want ik vind deze muziek echt... Oké, wat gaan we nou doen? Zo! Die is wel heel scherp! Ach ja, maakt niet uit. We gaan gewoon verder. Tuurlijk! Oh, god. The boxer. Turn the form baton sideways. En hold it ja, eigenlijk zou ik nog wel even zo. Ja, ik weet niet. Ik kan echt een vuist maken zo met de Wiimote. Ik doe het gewoon zo. Ik doe het gewoon zo. Hartstikke goed. Ik ben tevreden over. Wat gaan we doen? Oh. Geit! Waarom ook niet? Oké, fingerfood. Oftewel, Zelda Player 20 heeft mij. Heel belangrijk. Zelda Player 20 heeft mijn huiswerk gegrind. Weet ik veel. Oké, wat gaan we nou doen? Een pesto! Tenminste, ik denk dat het pesto is. Ik weet niet of het pesto is. Maakt uit. Hij is required om het een en ander te unlocken, dus Nu! Ik ben niet zo goed in ninja styles. Ik ben geen Koga. Kijk eens. Alsjeblieft, jongen. Laten we de kindjes voor de gek houden in dit nepdierentuin. Waarom ook niet? Oh, jij moet... Zo. Oh, je bent ook klaar. Oké, prima. Goed. Box. Gaan we weg. Nee. Nee. Als we de achterkant van een koe schoon moeten maken, jongens. Kom op. Dan loop ik gewoon echt het beeld uit, hoor. Dat is creepy. Oh, man. Hi. Alles kids? Oh, niks ervan. Niks ervan. Nee. 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 Nee.
Hush! Swing! Beetje letterlijk zat. Misschien moet ik mijn extra zwaard gebruiken dan. Nog leuker. Zoals jullie erachter me kunnen zien, ligt de... Behold! My masterpiece! Een hele kleine motor. Jij bent uitgeschakeld. En Piet! Ja, dat is niet mijn probleem. Nee, daar hebben we dus een mes voor. Hartstikke leuk. Decoratie. En nou? Are you ready for it? Voor wat? Oh, is dit? We hebben net de vorige keer ook meegedanst met Jimmy T. Dit is een beetje rustiger, waarom ook niet. Maar dat was kort. Ben ik eigenlijk best wel blij om, want het is niet mijn favoriet. Die daarentegen, die gaan jullie enorm leuk vinden. Dat wordt een blast naar de past. Daar komen zoveel oldschool games in voor. Maar goed, we hebben hier nog eerst een record te zetten. Laten we maar kijken hoe goed dat we het gaan doen. En let's get this over with. Ik bedoel, de vorige twee hebben we behoorlijk gefaald. Ik was echt niet in vorm. Laten we hier dan maar proberen een goede record neer te zetten. Goed. Echt waar? Wat leuk voor je. Blijkbaar moesten we iemand interviewen. Een microfoon ergens even plaatsen. Deze gaat andersom. Ik vind het best. Ja, je bent vrolijk, je bent een blij kereltje, blij konijntje, blij robotje, wat je ook wil zijn. Oké, de boxer. Oké. Volgens mij is hij nep ziek. Schoolziek, weet ik veel. Oké, wat gaan we nou doen? Kijk, lusje eromheen, hè? Zo mee. Alleen een probleem. Ik snap niet waarom je dat zo zou moeten doen. Ik snap eerder zo, maar mag niet uit. Vingervoet, gaan we weg. Och, de levensgevaarlijke potlood. Stel je voor dat je in een volgende game als wapen potlood moet gaan gebruiken. Dan zal het wel dat potlood zijn. Referent zit. Poink. Ja, moet je maar niet zo onder het roet zitten. Nou, krijgen we nog wat nieuwere minigames, dat is wel leuk. Oké, hamertje, tikje. Melon snapt er helemaal niks van wat ik aan het doen ben. Die zit echt zo te kijken van, wat een mafkees. Oh, hij niet. Dat was op tijd. Leuk dat het klokje ook nog wel echt tikt, waarom ook niet. Vingervuur. Nee, goed. It works. Ja, it works. Moet wel goed gestemd zijn, hè, de piano. Nou, het piano. De gitaar, piano. Goed bezig, zeep. Misschien moet je dit niet net als je wakker bent gaan opnemen. Dat is niet echt handig. Oké, nou. Close it. Ach, de nepdierentuin. Yay! Die panda ziet er zo echt uit. Oké, nou. Achterdeur nummer 1. Ik zag jou. Ik zag je kijken. Oké, nou, waar gaan we nou? Oké, terug naar de boxer. Waarom moet het nou weer de kont van een koe zijn? Oké, nou. Die is op zich wel te doen. Dadelijk misschien als het sneller gaat dat het dan wat moeilijker wordt, maar... Oké, de boxer. Gaan we weg. Oh, man. Ja hoor. Oh, man. Enemy. Oké. Ik heb een echt zwaard. Ik heb een tandenstoker. You can't hit me. Loser. Werkt niet. Probeer hem nu nog een keer. Oké, opdonderen. Legend of Zelda NHD-stijl. Yeah. En we mogen weer poseren. Oh god, oftewel ik mag me weer verschut zetten. Wat leuk! Wat leuk! Wat leuk! Yay! Oké, nou gaat het wat sneller worden. Level 2 games waarschijnlijk nu. Ja, ik wou graag een ingeblikt papieren vliegtuigje. Wilt u daar wat mosterd bij? Nee, wel een Wiimote van de vorige game. Kom op. Kom op! Dat ding was broken! Kun je het niet... Ah, oh, zo gemeen. Oké, gelukkig had ik er meer dan één. Oké, kom maar. Wat gaan we doen? Ik weet niet waarom dat je daar zo'n patroon aan het hameren bent, maar... Als jij dat leuk vindt, jongen. Ja, ik mis de muziek. I got it. Moe. Het is een hele laag toon, heerlijk.
Nou, ik weet niet, deze muziek... Oh, hoi. Dit is zo statistisch eigenlijk om dat te doen. Nee, maar de muziek... Nee, ik vind deze muziek niet echt... Spaghetti! Sergeant Tortelli zou trots op me zijn. Achterdeur nummer 2. De gymzaal. Waarom ook niet? We hebben nog meer. Oh, gaan weer. Oh, hier komen. Ook al rol je weg, dan ga je gewoon nog mee. Faster. Oké. Okay. Gaan weer. Ja, dat was Cool Quip. Voor mensen die Family Guy kijken. Oh, hoi. Zo. Mond dicht aan. Zo. Dit spel heeft te veel praatjes. Volgens mij was ik dat. Oh, jij vindt deze steeds niet leuk? Mond houden, gij. Gewoon... Oh, hoog op. Oké, okay, nou, wat gaan we nou doen? Oh, Hartstikke. Goed zo. Hij heeft de vorige ook nog eens in een... Waarom zouden het er twee moeten zijn? Oh, Veel te scherp volgens mij. Oh man. Oké, okay, nou kunnen we ons leven terugkrijgen. Want dit is stage 2 en ik weet nog niet wat we nou kunnen verwachten. Oké, okay, de bokser. Ik bedoel, ik ben... Steven Zip. Zelfde player. We krijgen geen... we krijgen niet te zien hoe dat we hem nou moeten houden. Dus we moeten goed op de vijand letten. Oh, hij faked out. Oeh. Niks ervan. Opzouten. Doe hem nog één keer. Ja hoor. Hoi. Hoort de stand erbij. Beetje interessant houden. Yay. Ondertussen is het bijna lente. Het is altijd lente in de ogen van de robotassistenten. Laten we gaan posen. Oeh, zo. Zo. Nu. Nee. Oké. Level up. We hebben weer 4 levens. Hartstikke goed. Echt, ik kan die poses echt niet goed doen. Oh, hi. Your back safe! Was hij goed? Ik weet niet wat er stond, maar er stond iets van your back safe. Ik ben altijd terug. Oh, Oh, we hadden hem! Oké. Okay. Ik ben niet goed met die oude televisies. Ik bedoel... Oh, kom op. Oké, okay, we zijn weer een leven kwijt, maar dat maakt niet uit. Die is lastig. Daar moet je echt een goede timing voor vinden. Maar zo snel gaan deze games niet. Oké, okay, de bokser. Waarom ook niet? Box. Kijk. Het is wel een hele lelijke... Ja, nee, dat ziet er al beter uit. Lelijke gravity had je erop. Dan zie je nog niet eens wat je aan het doen bent. Oké. Okay. Klonk een beetje als zo'n ghost game of iets. Oh. Nee, die laatste die had ik. Die telt. Het spel speelt vals. Mag ik alleen. Oh, Ik heb toch weer tijd om na te denken. Oké. Okay. Ja, doe de hula. Doe de hula hula. Dus achter deur nummer 3, daar zat Hawaii. Honolulu. Weet ik veel. Oh, hier, daar, daar. Geen probleem, Frankie. Nee, kom op, kom op, kom op. Oh, nog maar één leven. Ah, oh, dit gaat weer zo slecht. Elke keer als het zo soepel gaat. Oh, Elke keer als het dan. Oké, okay, kom op. We kunnen die leven erbij halen. Waarom ook niet? Bokser. Oké. Okay. Nieuwe manier om sushi te maken? De bokser. Oh, god. Enemy! Het is Evil Spider-Man! Wat gaan we doen? Oh, nee. Nee. En niet zo dansen, gij. Nee. 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 Opgedonderd. Nou, vooruit dan nog één keer.
sound effects gemaakt door Zelda Play 20. Wat dom, ik weet het. 1 up, kom maar op met die pose. Dus ik wil weer op zijn minste 50 halen. Ik weet het, het is niet mijn favoriete stage, maar... Yay! Ik weet niet eens of jullie dat konden zien, maar dat maakt niet uit. Oh. Ik was er niet op... Nou ja, ik heb hem gehaald, Arie van. Ik zat nog niet eens klaar, joh. Oh, ga weer. Nou gaat het weer op snelheid. Dat zijn allemaal level 3 games nou. Oké, kom maar. Oké, dit kan ik. Niet. Dit gaat... Oh, 50, kom op, ik kan het. Goed zo. 50, we hebben hem gehaald. Oh nee, niet die. Die ging net ook al fout. Nou ja, precies op 50. Ik ben tevreden. Jongens, ik heb voor jullie een special treat voor de volgende aflevering. Ja, kijk nog maar niet zo verbaasd. Jou zien we niet meer terug. Blij toe. Jongens, ik heb een leuke verrassing voor jullie. Volgende keer gaan we naar Ninefold. Deze is een van de meest favorieten van WarioWare Smooth Moves. Ik weet het, Jimmy T is hartstikke leuk. Maar Ninefold, die gaan jullie helemaal geweldig vinden. Ik hoop jullie dan te zien met de volgende aflevering van Let's Play WarioWare Smooth Moves. Heb je het leukste momentje? Laat weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie allemaal te zien met de volgende aflevering. Geloof me, die gaan jullie leuk vinden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!